Pas half december rijden er weer treinen op het spoor tussen Lelystad en Dronten. Dat verwacht ProRail, die de komende 3 maanden allerlei reparaties moet uitvoeren na de grote stroomstoring van 2 weken geleden. Het gebeurt nog te vaak dat Almeerse jongeren bij het oversteken van de busbaan door rood fietsen en lopen. En dus is het weer hoog tijd voor de jaarlijkse campagne. Winkelpanden in Lelystad worden omgebouwd tot woningen. Daar is niet iedereen blij mee, maar volgens een vastgoedbelegger is het de enige methode om leegstand tegen te gaan. Het is donderdag 15 september. Dit is Flevoland. Goedenavond. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt in ieder geval nog tot halverwege december stil. Dat heeft ProRail vandaag bekendgemaakt. De spoorbeheerder hoopt dat tegen die tijd de schade door de kortsluiting in het hoogspanningsnet van begin september is hersteld. Het treinverkeer tussen Lelystad en Dronten ligt sinds 2 september stil omdat de bovenleiding kapot is. Tijdens de grote stroomstoring die dag kwam een hoogspanningskabel op de bovenleiding terecht. De impact van de knal is echt enorm. Dus de bovenleiding is kapot gegaan, maar vooral ook de kabels en leidingen, zowel die op de grond als onder de grond zijn, die zijn beschadigd over een lengte van meer dan 7 kilometer. En dat betekent dat ook de relaiskasten, dus het systeem wat we hebben voor de veiligheid van de treinen, is ook aangetast. Dat is een enorme schade die ervoor zorgt dat het lang duurt voordat het weer hersteld is, zodat de treinen pas medio december weer kunnen rijden. Op de dag van de stroomstoring schatte ProRail nog in dat de treinen tussen Dronten en Lelystad alleen die nacht niet zouden rijden. Maar dat bleek al snel niet de juiste inschatting te zijn. 2 weken zou de stremming gaan duren, werd toen gedacht. Maar nu blijkt het dus 3 maanden te worden. Toen het gebeurde, het was voor ons het was echt een unieke gebeurtenis. Dus we hebben echt de tijd genomen om in kaart te brengen van wat is er aan de hand. Dat hebben we toen ook aangegeven dat we tijd nodig zouden hebben om in kaart te brengen wat de impact is van de schade en ook hoe lang het zou duren om dat weer te herstellen. Dat weten we op dit moment en daarom geef ik ook deze prognose op dit moment af. Daar zit op dit moment ook weer een onzekerheid aan vast. Omdat we voor de levering van een aantal materialen, dan moet je ook weer denken aan kabels, aan die relaiskasten, aan schakelingen, etc. Ja, daarvoor zijn we afhankelijk van een internationale markt waarin het moeilijk is om tijdig producten die we nodig hebben voor het herstel om die te krijgen. We gaan er nu, als we alles op alles zetten, vanuit dat we medio december weer treinen kunnen laten rijden. Als blijkt dat dat toch niet mogelijk is vanwege die vertraagde levering of op een andere manier niet mogelijk blijkt te zijn, dan gaan we opnieuw een planning maken en dan zullen we dat ook met iedereen delen. Treinreizigers moeten ondertussen gebruik blijven maken van de bussen die de NS inzet op het traject. En dat blijkt niet altijd goed te gaan, want meerdere reizigers melden Omroep Flevoland dat die bussen overvol zitten en niet altijd rijden. Volgens de NS ligt dit aan personeelstekort en kunnen ze dat probleem niet oplossen. De stroomstoring van begin deze maand blijft dus nog negatieve gevolgen hebben, ook op financieel gebied. Hoe groot die schade is, kan ProRail nog niet zeggen. Nou, precies nog niet, maar het is echt een enorme kostenpost. Het gaat echt in de miljoenen lopen en dat kostenplaatje dat wordt de komende tijd duidelijker. Ja, dus ook of u eventueel de kosten of een deel van die kosten zou kunnen verhalen. We gaan zeker daarover in gesprek. Er moet geen aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Flevoland komen. Een nipte meerderheid van Provinciale Staten heeft daarover gisteravond een motie van de PVV aangenomen. Het Rijk en het COA willen graag zo'n aanmeldcentrum in band, maar de meeste statenleden zijn daarop tegen. Ook een andere locatie in Flevoland is voor hen dus geen optie. In de motie schrijft de PVV dat het niet in het belang is van inwoners van Flevoland als een aanmeldcentrum voor asielzoekers in de provincie is gevestigd. Dat betekent dat wij als staten ons hebben uitgesproken over, in dit geval, dat wij niet wenselijk vinden dat er een aanmeldcentrum komt. Uiteindelijk kunnen de gemeenteraden daar zelf een afweging over maken. Maar als staten zijn we heel duidelijk en dat gaan we ook doorgeven aan het Rijk. De motie van de PVV heeft overigens geen invloed op de definitieve besluitvorming over de eventuele komst van een aanmeldcentrum in band. Want het zijn niet de provinciale staten die bepalen of het er wel of niet komt. Over de moties van de PVV, wij gaan hier niet over. Dus kunnen wij daar eigenlijk ook niet over stemmen. Meneer Jansen, ja. Voorzitter, Dikten zegt ook, wij spreken iets uit. Als staten. En ik denk dat het heel goed is dat wij richting onze inwoners een uitspraak daarover doen. Dan is het een motie voor de bühne. En dan vind ik het nog steeds niet dat we hierover hoeven te stemmen vandaag. Maar dat gebeurde dus wel. 18 statenleden stemden voor, 16 tegen.
Ondanks dat de uitspraak van provinciale staten in dit geval niet bindend is, vindt de PVV het wel een belangrijk teken. Ik denk dat wij een heel duidelijk signaal afgeven. Ook aan de andere volksvertegenwoordigers in Flevoland, maar ook aan onze inwoners. En ik denk dat het heel goed is dat die duidelijkheid hebben. Wij willen als provinciale staten van Flevoland geen aanmeldcentrum. Laten we niet zeggen dat het aanmeldcentrum definitief niet komt. Dat klopt, want uiteindelijk kan ook de staatssecretaris zijn macht doorzetten om het alsnog te realiseren. Aan de andere kant, we kijken naar de Tweede Kamer, daar heeft men ook aangegeven, liever geen dwang. De staten spreken zich nu ook uit, geen aanmeldcentrum. Dus ik denk dat de staatssecretaris wel van hele goede huizen moet komen. Wil hij nu alsnog toch dit doorzetten? En daarnaast heeft het natuurlijk ook nog te maken met de gemeenteraad van Band. Die eigenlijk ook heeft aangegeven dat zij er niet om zitten te springen. En over de provincie gesproken. Een meerderheid van de statenleden wil 90.000 euro uittrekken om de voedselbanken in Flevoland te helpen. Voedselbanken hebben te maken met meer klanten vanwege de inflatie en stijgende kosten voor energie. De statenleden willen het geld ook beschikbaar stellen omdat de voedselbanken zelf geconfronteerd worden met gestegen energiekosten. Peter Mons van de Voedselbank Almere is blij met de hulp. Ja, gelukkig eindelijk steun bij de toegenomen energielasten. Wij zijn al 17.000 euro meer kwijt tot nu toe. Dus we hebben het heel hard nodig, deze steun. De dekenmarkt aan de Weverstraat in Lelystad is vanochtend overvallen. Volgens de politie werden de supermarktmedewerkers bedreigd met een steekwapen. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt bij de overval. Niemand raakte gewond en de politie is nog op zoek naar de dader. De twee leerlingen van scholengemeenschap Porteum in Lelystad die zijn opgepakt na een vechtpartij, moeten in december voor de kinderrechten verschijnen. Bij die vechtpartij werd een 13-jarige scholier mishandeld. De twee verdachten van 12 en 14 jaar oud zijn geschorst door de school. De oudste wordt verdacht van het plegen van openlijk geweld. De jongste van poging tot zware mishandeling. Het verkeerslicht staat op rood, maar dan toch nog even snel oversteken. Herkenbaar misschien, maar alleen in Almere al levert dit soort oversteekacties jaarlijks tientallen noodstops op van bussen met soms ernstig letsel tot gevolg. Stichting Team Alert maakte vandaag jongeren bewust van de risico's. Rij jij wel eens door het rood hier? Nee, soms. Heel soms. Ja? Ik kijk wel eerst drie keer voordat ik door rood ga. Hier bij deze busbaan oversteekplek, vlakbij scholengemeenschap Echnaton, is de verleiding groot. Omdat er dan geen bus aankomen en er is gewoon geen gevaar. Dus ja, dat kan ik gewoon makkelijk oversteken. Ja, ik weet niet. Ik wil gewoon snel op school zijn, denk ik. En ja, er komt geen bus en hij blijft toch lang op rood. Dus. Dan denk je van, nou, het kan wel. Ja. Is het niet ook een beetje gevaarlijk af en toe? Ja, maar dat is een eigen keuze, weet je. Maar als je door dat risico te nemen ook die bus in gevaar brengt, dan wordt het misschien toch een ander verhaal. Hè? Ja, eigenlijk wel. Om jongeren over te halen toch vooral wel even te wachten op groen, worden degenen die goed gedrag vertonen vandaag beloond. En als je dus bent gestopt zoals jullie hebben gedaan, mogen jullie bij ons schabbelen. Dus dan kan je een prijs winnen, een bol.combon. Wellicht zit ook AirPods in. Volgens Geke van der Veen van Team Alert is de campagne hard nodig. Het is een heel Almere eigenlijk het probleem dat de noodremmingen plaatsvinden. Afgelopen jaren waren het rond de 40 stuks. Het klinkt weinig, maar elk noodrem is natuurlijk te veel. Want buiten dat je als illegale oversteker zelf een risico neemt, breng je met jouw gedrag mogelijk ook anderen in gevaar. De bus moet last minute nog een noodrem maken. Dan is dat natuurlijk voor een chauffeur echt niet prettig. Maar niet alleen voor de chauffeur, ook de inzittende kunnen een zware letsel aan overhouden. En we hebben al een eerste prijs. En bol.combon. Wat super! Het is de vijfde keer dat Team Alert de jaarlijkse campagne organiseert. De afgelopen jaren is het aantal noodremmingen licht gedaald, maar of dit door de campagne komt is niet duidelijk. Oh, helaas. Niks gewonnen. Zo'n campagne, werkt dat? Zeker niet, nee. Want het is gewoon, mensen houden zich nog steeds niet aan de regels. Ja, denk het wel, maar er gaan sowieso wel kinderen zijn die het misschien toch wel doen, omdat ze zich stoer willen voelen. De politie waarschuwt voor een nieuwe trend op TikTok. Jongeren schieten daarbij op elkaar met zogeheten gelblasters. In Flevoland heeft dit fenomeen al tot meerdere incidenten geleid. Het zijn eigenlijk een soort speelgoedwapens. Die maken gebruik van een soort gelballetjes. Een balletje moet je eens in water weken en daarna kun je ze afschieten. En de TikTok-challenge is inderdaad dat jeugdmensen worden opgeroepen om andere mensen daarmee te beschieten. En dat zien we steeds meer gebeuren nu tegenwoordig, met alle risico's van dien. Dus maken we ons wel zorgen om. Oh, I put it in, I smack my ass, pull out
Zo ontstond er in Almere een vechtpartij nadat een boa was beschoten met zo'n gelblaster. En in Lelystad werd een groep jongeren achtervolgd door een man met een mes nadat zijn vriendin was geraakt door een gelballetje. Bovendien lijken de speelgoedgeweren best op echte wapens. Er zijn heel veel van die gelblasters, hè, die lijken op echte vuurwapens. Als het donker is bijvoorbeeld. Wij als politie zijn, als wij ergens komen, hè, we krijgen een melding van burgers van er lopen mensen met vuurwapens rond. Dan gaan wij erop af met een bepaalde mindset dat er best wel eens vuurwapens gebruikt zullen kunnen worden. Dus dat betekent dat wij ook onze vuurwapens trekken en dat we waar mogelijk deze ook moeten gaan gebruiken. Gelblasters zijn niet illegaal omdat ze zijn gekeurd als speelgoed. Iedereen kan er een bestellen. De wijkagent roept jongeren op om er voorzichtig mee om te gaan. Dus weet dat als het speelgoed is, dat je het in de tuin bijvoorbeeld, joh, ga lekker je gang. Als je lekker een doelwitje maakt op de muur in je tuin en je gaat er lekker tegenop schieten, hartstikke goed. Alleen hou die, ik zeg het zo, maar hou dat speelgoed lekker gewoon in je tuin. Het bij je hebben van een op een vuurwapen gelijk voor mag niet, is verboden, is hartstikke strafbaar. Maar daarnaast ook openlijke geweldplegingen, als je op de mensen schiet bijvoorbeeld. Of letsel toebrengen bij mensen, is ook strafbaar. En dat is een boodschap die we heel erg willen uitdragen, hè, aan de jeugd. Van jongens, het lijkt allemaal heel leuk. Hè. Je kan het kopen online. Alleen weet wel wat je ermee doet. Weet de mogelijke gevolgen en risico's. Een groot deel van de winkels aan het Stadhuisplein in Lelystad wordt omgebouwd tot woningen. Een ontwikkeling waar zowel sommige inwoners als ondernemers niet bepaald blij mee zijn. Maar volgens vastgoedbelegger Wouter Gorten is het de enige manier om leegstand in het oude deel van het centrum tegen te gaan. Kijk, dat is leeg en dat is ook leeg. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de winkelpanden niet van de gemeente, maar van vastgoedbeleggers. Die verhuren de panden dan weer aan winkeliers. Lelystedeling Wouter Gorter is zo'n vastgoedbelegger die verschillende panden in Lelystad bezit, zoals ook het oude HEMA-pand. En je ziet eigenlijk dat dus de HEMA en de Kruidvat hier in de straat zitten. Die zijn verhuisd vanuit de Stadhuisstraat deze kant op, omdat hier het gebeurt. Dit is de A1 winkelstraat, dus hier heb je veel meer traffic. Maar wat is nu het probleem? Zelfs in zo'n A1 winkelstraat zien we leegstand. De Sting staat leeg, de Open 32, de Doeklus. Dat zijn hele grote winkelruimtes die nog gevuld kunnen worden. Dus stel dat we nog in de toekomst nieuwe winkels erbij krijgen, zullen die eerder voor deze locatie kiezen, op deze A1 plek, dan op de plek waar we net waren bij de HEMA. Dus jij zegt eigenlijk van al die meters die nog leeg staan in andere gedeelten van de stad, die krijgen we niet meer gevuld? Die krijg je niet gevuld. Nee, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dat roep ik ook al heel lang. We hebben te veel winkelmeters hier in Lelystad. Als zelfs al op een A1 locatie waar we hier nu middenin staan veel leegstand is, dan zullen de andere meters die we net zagen, gaan we echt niet vullen. Dus juist om daar woningen toe te voegen, is een heel goed idee. Want die mensen die daar gaan wonen, die gaan hier straks weer winkelen, waardoor de winkels hier levensvatbaar worden. Lang leegstaande winkels ombouwen tot woningen kan volgens Gorter de winkelstraat juist weer een impuls geven. Zijn bedrijf heeft al een aantal leegstaande panden getransformeerd, zoals een gebouw aan de Neringpassage. Dit stond helemaal leeg. Boven kantoren, beneden zat er bijvoorbeeld een grote supermarkt in, de Dekenmarkt. En inmiddels is dit helemaal gevuld. Boven zijn 32 luxe appartementen gekomen. En beneden is eigenlijk opgeknipt in verschillende winkels, zeg maar. En je ziet gewoon dat de mensen die hierboven wonen, dat worden de klanten van de mensen die hier weer beneden zitten. Dus wat dat betreft ben ik daar heel positief over. Het volgende project op zijn lijst is het oude HEMA-pand, waar 24 appartementen van worden gemaakt. Tussen de stramine die je ziet, komen echt compleet nieuwe puien. Open, transparante puien met veel glas. Want het is hier natuurlijk eigenlijk een hele mooie, prominente plek. Dus je wil hier eigenlijk ook hele mooie appartementen hebben. En we zijn dus ook bijvoorbeeld in overleg met de gemeente voor een stukje buitenruimte. Dat heet een Delftse stoep. Daarbij krijgt dus ook het appartement de eerste 2 meter... aan het plein voor zichzelf, zeg maar. Lijkt me wel een lastige klus, want je hebt natuurlijk alleen aan de buitenkant ramen. Klopt. Hoe gaan jullie dat doen? Uiteindelijk worden het een soort loftappartementen. Nou, het woord loft zegt het eigenlijk al. Loft is eigenlijk 1 ruimte. Het voordeel is dat je hier een plafondhoogte hebt van 4 meter. Dus je kunt ook echt wel een ruimtelijk effect creëren. Dus je slaapruimte is wel apart, maar niet afgesloten. Als alles meezit, zullen de lofts ongeveer eind juli klaar zijn.
Bezitters van Aston Martins uit heel Europa komen naar Almere buiten voor een grondige renovatie van hun auto. Daar zit het bedrijf Noble House Classics, een van de 13 garages wereldwijd die officieel aan de auto's van dat merk mag sleutelen. Aston Martins zijn klassieke auto's waar de echte liefhebber graag een plezierritje in zou willen maken. Maar zo'n klassieker vergt wel wat sleutelwerk. Soms moet de complete auto worden opgeknapt en zo'n restauratie kost veel tijd. Van begin tot eind moet je denken aan ruwweg een 3 tot 3,5 jaar. De auto komt dan hier. We gaan dan inventariseren hoe de auto is en welke onderdelen erbij zijn. Daar maken we een draaiboek van, net als in een film. We leggen alle onderdelen op volgorde, wij slaan dat op in boxen, wij labelen die en kijken wat er nog nodig is. Daarna gaat de buitenkant van de auto gaat er vanaf het aluminium. En dan gaan we restaureren het staalwerk, het plaatwerk en dan wordt die weer opgebouwd. Bovendien kost een restauratie niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Als je een totaalrestauratie doet en echt een 100% restauratie, echt van de kwaliteit wat wij bieden in de markt, moet je denken aan ruwweg een 350.000 tot 450.000 euro extra btw. Volgens Huis in het Veld komen er soms klanten langs met alleen een chassis en plastic zakjes vol onderdelen. Dat is flink wat uitzoekwerk. Niets is geautomatiseerd, dus alles wat we doen is handwerk. Alle onderdelen worden uit elkaar gehaald. Elk schroefje wordt verwijderd van het onderdeel. Onderdelen worden weer schoongemaakt, worden weer opnieuw behandeld. Een auto spuiten, opnieuw spuiten is 3 maanden werk. Een interieur maken is 3 tot 4 maanden werk. Handwerk, dus dat kost gewoon heel veel geld, want arbeid is heel duur. En sommige klanten komen niet naar Almere voor een restauratie, maar willen ze functies op de auto die ook een Britse geheim agent zou hebben. De James Bond gadgets, zoals we die kennen, dus de drukknop op de pook om een schietstoel te activeren of rook uit de uitlaat te laten komen of een scherm omhoog te laten komen. We hebben nu 1 klant die wil dat in zijn Aston Martin. Dat hebben we ook gedaan voor een deel, want een deel kunnen we niet doen, want het is verbonden aan E.ON Producties, dus de productiemaatschappij die de James Bond films maakt. Maar het komt eigenlijk niet voor, want meestal zeggen onze klanten: ik wil de auto origineel houden. En anders zullen wij ze adviseren om dat te doen, ook in het kader van later als ze hem willen verkopen. Almere City FC die speelt morgenavond de lastige uitwedstrijd tegen de Graafschap. De Almeerders die kunnen geschiedenis schrijven, want de ploeg wist nog nooit een wedstrijd te winnen op de Vijverberg. Na het verlies tegen Telstar en het gelijke spel van afgelopen maandag tegen Eindhoven wacht voor Almere City vrijdagavond alweer de 3e wedstrijd in 1 week tijd. De ploeg van Alex Pastoor gaat dan op bezoek bij de Graafschap, dat net als de Almeerders een zeer stroeve start van het seizoen kent. Met slechts 5 punten uit de eerste 7 wedstrijden. Trainer Pastoor verwacht een spannende wedstrijd op de Vijverberg. 2 ploegen die graag willen. Gevoelsmatig zeg ik... 1 ploeg die heel erg moet. Ik denk dat de Graafschap druk bezig is om punten te verzamelen, maar dat moeizaam gaat. Want de superboeren hebben te kampen met een waar thuissyndroom. Dit seizoen werd er nog geen wedstrijd gewonnen op de eigen Vijverberg. Sterker nog, die negatieve thuisreeks duurt al bijna 8 maanden. Weet je hoe lang het geleden is dat ze überhaupt een thuiswedstrijd hebben gewonnen? Nee. Dat was op 21 januari van dit jaar. Weet je nog tegen wie? Nee. Tegen Almere City. Nee. Trainer Pastoor kan in vergelijking met de wedstrijd van maandag geen beroep doen op zijn vaste rechtsback Hamdi Akuyobi. Hamdi die is op zijn schouder gevallen. En dat is al 10 keer beter dan dat het tijdens die val en na de wedstrijd was, de dag na de wedstrijd. Maar het is nog niet goed genoeg om daar risico's mee te nemen. En dus mag deze Niciano Grootvaam zijn basisdebuut gaan maken voor Almere City. Ja, ik heb al een tijdje op de bank gezeten, veel ingevallen. En nu wordt het beloond met de basisdebuut. Jullie kunnen geschiedenis schrijven, hè? Jullie hebben nog nooit, Almere City heeft nog nooit op de Vijverberg gewonnen, ondanks heel veel wedstrijden daar. Nou, dan denk ik dat het morgen de eerste keer zal moeten worden. Was er ook nog vervelend nieuws. Smaakmaker Faiz Matoir, die vorige week tegen Telstar per brancard het veld af moest, heeft een zware knieblessure opgelopen. En zal de rest van het seizoen niet meer in actie kunnen komen. Voor de jongen natuurlijk het allerergste. Ja, dan ben je net in het buitenland, je bent hartstikke goed begonnen. Hij heeft voor ons inderdaad, wat je zegt, als smaakmaker al heel wat betekend. Maar ook in de groep, een jongen die altijd vrolijk is en gewoon elke dag keihard werkt. Aan dat creatieve, maar ook aan zijn taak om als aanvaller de eerste verdediger te zijn.
En dat betekent dus ook dat het voor de ploeg een grote aderlating is. En het limiteert je in je keuzes. En dit was Flevoland voor vandaag. Ik wens je nog een fijne avond en heel graag tot morgen. Dag.